WECF is een wereldwijd netwerk van ruim 100 vrouwen- en milieuorganisaties. Onze thema's zijn duurzame energie, water en sanitatie, duurzame voedselproductie en veilige stoffen in consumentenproducten. Hier in Tajikistan hebben we samen met onze lokale partner ESTP Now een duurzame toilet neergezet. De kinderen gaan graag naar deze toilet, omdat ze hier veel meer comfort hebben, geen reuk, geen vliegen. En bovendien vervuilt het niet het grondwater. De oude toilet was ver van de school en erg koud in de winters, onhygiënisch. In ieder geval een situatie, een plek waar de kinderen niet graag naartoe gingen. Door middel van een simpele technologie kunnen deze toiletten veilig in gebruik worden genomen. De urine wordt opgeslagen in een tank die gebruikt wordt om het land te bevruchten. Dit is een typisch voorbeeld van een simpele technologie die we proberen op te schalen. De kinderen ervaren deze technologie, vertellen daarover naar hun ouders en er wordt op die manier een vraag gecreëerd in het dorp. We maken gebruik van die vraag door kleine businesses op te zetten, microkredietorganisaties aan te trekken en te lobbyen naar autoriteiten. Op die manier streeft het WECF naar een duurzame en een gezonde leefomgeving voor iedereen.